We zijn hier op het terrein van de Technische Universiteit in Eindhoven. Ik heb bij me een bosje met rozen. Die zijn niet voor mijn vriendin. Maar ik heb me laten vertellen dat hier in Eindhoven er mensen zijn die iets ontwikkeld hebben waarmee je deze rozen langer kunt behouden. We hebben een afspraak met Paul Leenders en Polo van Ooi. Die hebben als een soort jonge goden bliksem in een potje met water gestopt. En daar kwam plasma geactiveerd water. Ik heb deze bos met bloemen meegenomen omdat ik begreep van dat we met jouw nieuwe methode plasma geactiveerd water, dat ik deze bos met bloemen langer zou kunnen bewaren. We kunnen het plasma water goed gebruiken wanneer de rozen nog groeien, dus wanneer ze nog aan de wortel zitten. Want je kunt voedingsstoffen uit de lucht halen en oplossen in het water. Ja. Dat doe je middels plasma technologie. En dat vinden de bloemen, planten en gewassen vinden dat erg prettig. Die groeien daar goed van. Maar op het moment als een roos van de steel af wordt gehaald, ja, dan kan die voedingsstoffen niet meer opnemen. Okay. We hebben ook getest met Flora Holland. Die hebben uitgebreid onderzoek gedaan. Wanneer je plasmawater gebruikt als vaaswater, dan heeft dat hetzelfde effect als dat desinfectiemiddeltje wat hierin zit. Alleen ja, plasma geactiveerd water. Ja, het wordt dat gemaakt, heb je thuis niet. Wordt gemaakt uit lucht en water. Dus daar hoef je geen desinfectiemiddelen aan te voegen. Ja. Dus feitelijk zorg je er met dat plasma geactiveerd water voor dat er geen desinfectiemiddelen gebruikt hoeven worden. Dat er geen chemicaliën gebruikt hoeven te worden. Ja, wij proberen dat inderdaad te reduceren. Inderdaad. Ja. Hey, en dan als ik, jullie hebben het steeds over plasma geactiveerd water. Je begrijpt, bij mij gaan dan alle toeters bellen van wat is in godsnaam met plasma geactiveerd water? Met plasma denk ik aan de televisie, ik denk aan bloed. Waar moet ik aan denken? Er bestaan 4 aggregatietoestanden. Te weten vaste stoffen, vloeibare stoffen en gassen. En daarna komt de plasmafase. Maar wat is die plasmafase nou eigenlijk? Feitelijk bevindt 99% van alle materie in het universum zich in de plasmafase. Je vindt het in de tv en in TL-lampen, maar ook de zon is een grote plasmabol. De meeste mensen kennen de 3 stadia. Ja. Maar wat het meeste aanwezig is, 99%, is als begrip totaal onbekend. Ja. Dus jullie zijn in de materie bezig gegaan die voor de meeste mensen heel onbekend is, maar wel het meest aanwezig is. Ik wil graag dat plasma geactiveerd water zien. We zijn nu in het lab waar het allemaal gaat gebeuren. Ja. Polo, ik zie hier van alles bewegen. Wat gebeurt hier? Nou, hier hebben we eigenlijk het proces in een kastje ter grootte van ongeveer een magnetron gestopt. Waarin wij het water eigenlijk kunnen activeren met een plasma. Dus als je hier goed kijkt, zie je eigenlijk de bliksemschicht die het plasma eigenlijk zoals de plasma eruit ziet, zie je op het water neerslaan. En hier op dit moment wordt dus het water geactiveerd met het plasma. Daar zit nu al plasma in. Nu, hoe langer je het laat draaien, hoe meer plasma erin komt. Nou, het is niet zo dat het plasma opgelost wordt in het water, maar eigenlijk de lucht, het bliksemschichtje dat je ziet, is eigenlijk in plasmafase. En op dat moment worden de stoffen uit de lucht kunnen dan oplossen in het water, waardoor je eigenlijk een voedingsoplossing in het water creëert. Okay. Maar als we dat nog verder uitwerken, kunnen we daar ook bacteriën mee afdoden. Ja. Maar wat er nou feitelijk gebeurt, is dat je feitelijk vanuit de lucht door die bliksemschicht, zeg maar, komt in het water voedingsstof uit de lucht. Ja. Zo mooi. Dat is de voedingsstof. En als je doorgaat, dan kun je daar ook nog desinfecteren. Ja, dus op het moment dat wij dit plasma zo aanpassen dat wij daar een desinfectiemiddel van kunnen maken, dan krijg je daar inderdaad een desinfectiemiddel op. En als je dat desinfectiemiddel hebt, dan zou dat betekenen dat je dus geen bestrijdingsmiddel meer nodig hebt. Ja, dat is uiteindelijk wat wij wel zouden willen, is het reduceren van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit onderzoek is al erg ver in zijn ontwikkeling. Maar er zijn nog veel projecten en initiatieven in Nijmegen die nog helemaal in de beginfase zijn. Deze zie je in de pitch van de week. Hallo, mijn naam is Karen Struijs en ik ben een van de projectleiders van het Hand Biocenter. Het Hand Biocenter is een van de onderzoeksgroepen binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
waarin we ons richten op het praktijkgerichte toegepaste onderzoek. Nou, het project waar ik u vandaag wat over wil vertellen is het project wat gaat over bioraffinage. Nou, bioraffinage is afgeleid van het traditionele raffinageproces waarin fossiele brandstoffen, dus olie, uit elkaar gerafeld wordt in verschillende producten. En we willen dit toepassen op biomassa, zodat biomassa ook uiteengerafeld kan worden in verschillende componenten die op hun beurt weer een mooie toepassing kunnen vinden. In het project willen we onze technologie ontwikkelen. Dus we willen weten op welke manier kunnen we het uit elkaar halen. In welke volgorde moeten we dat doen? Wat voor analysemethodes hebben we nodig? Zodat we daar een generiek proces uit kunnen halen wat we op een willekeurig biomassastroom kunnen toepassen. Nou, waar zijn we nou naar op zoek? We zijn op zoek naar bedrijven die samen met ons dit onderzoek uit willen voeren. En dan zoeken we aan de ene kant bedrijven die biomassastromen hebben, waar we ons onderzoek op uit kunnen voeren. En aan de andere kant zijn we op zoek naar bedrijven die een mooie toepassing hebben voor de verschillende componenten die uit biomassa gehaald kunnen worden. Om zo het hele cirkeltje rond te krijgen en er mooie producten uit te kunnen halen. Nu weer terug naar het plasmawater van Vital Fluid. Het is Paul en Polo gelukt om op een milieuvriendelijke wijze een nieuw soort van desinfecterend middel te maken. Dit doen ze met behulp van plasma geactiveerd water. Dat water wordt geactiveerd door middel van bliksem en in dat proces wordt er ook stikstof uit de lucht gehaald en toegevoegd aan het water. Dat kan gebruikt worden als voedingsstof voor de planten. Daarnaast kan het ook nog gebruikt worden voor het steriliseren van medische apparaten of om je handen te wassen. We werken met het Radboud UMC werken we samen. Het Radboud UMC kijkt voornamelijk naar de veiligheid van het plasma geactiveerde water. Is dat veilig om op je handen te krijgen? Heb je daar geen nadelige gevolgen van? Dus dat doen we met de afdeling toxicologie en dermatologie. Nou, hier op de TU in Eindhoven, daar wordt eigenlijk de hart van de technologie ontwikkeld. Maar daarnaast werken we uiteraard ook samen met de Wageningen Universiteit, waar allerlei onderzoek wordt uitgevoerd op planten en gewassen. Kun je dit plasmawater nu ook nog voor andere dingen gebruiken? Kan ik er mijn handen mee wassen? Waar kan ik het nog meer voor gebruiken? Nou, wij kijken onder andere voor het wassen van handen. Daar heeft de Radboud Universiteit naar gekeken. In principe is dat mogelijk, want je hebt natuurlijk een water wat gedurende 10, 15 minuten desinfecteert. Ja. Ja, en als je daar je handen mee wast, dan... Mag ik mijn handen ermee wassen? Ja hoor, ga je gang. Ja? Want als ik hier nou een beetje van op mijn handen doe... Ja, dat is geen punt. Dat kan je zonder meer. Dat is geen probleem? Nee hoor. En ik wrijf daar mijn handen zo mee in? Ja. Dan zijn mijn handen gedesinfecteerd. Nou, dat zou ik nog niet zo durven zeggen, maar het is in ieder geval wel veilig. We weten dat dat geen kwaad ja, kan het is, voor de het is niet schadelijk. Maar wat er met de handen gebeurt, dat weet je nog niet. Nou, ze zullen er niet af. Nee, dat snap ik. Nee, maar ik bedoel, ik kan me zo voorstellen als je je handen desinfecteert, en zeker in ziekenhuizen is dat voor chirurgen, verpleegsters, et cetera, van superbelang dat je handen gedesinfecteerd zijn. Ja. Kun je nu zeggen van mijn handen zijn gedesinfecteerd, dat ik straks alle middelen kan gebruiken die nodig zijn om te opereren? Dat is een toepassing waar we zeker naar kijken. Heel erg interessant, want er worden enorm veel handalcoholen gebruikt in ziekenhuizen. Ja, precies. En ja, heel veel mensen hebben daar ook problemen mee. Hè. Dat werkt nogal irriterend, huiduitslag. Ja. Niet iedereen kan daar even goed tegen. En daar zou bijvoorbeeld een alternatief als plasma geactiveerd water goed in kunnen passen. Maar dat moet je nog uitvinden, de sterkte, et cetera. Ja, daar zijn we nog wel mee bezig om dat wat beter uit te zoeken. Ja. Ja. Hey, en als ik nou naar dit, ik lijkt net gewoon water, hè? Het is ook water, alleen ja, er is stikstof en zuurstof uit de lucht aan toegevoegd. Ja, ik zie niks. Ja, je kunt het niet zien, maar het zit er wel in. Ja. Polo heeft daar van die mooie stikjes voor. En dit verkleurt onmiddellijk. Wat kan ik hieruit concluderen? Nou, wat betekent dit? Je kunt hieruit concluderen dat er nitraat, dat er stikstof uit de lucht is opgelost in dat water. Okay. En dan komt dit stikstof. Dat is de belangrijkste voedingsstof voor planten en gewassen. Ja, ja.
En dat is dus heel waardevol om dat te gebruiken als irrigatiewater voor het laten groeien van gewassen. En we stoppen stikstof en zuurstof in dat water. Ja. Die zijn reactief, daardoor reageert dat met elkaar. Ja. Maar die reacties die zijn na zo'n 10 minuten, 15 minuten zijn die reacties verlopen. En dan, wat er dan overblijft is een hele nuttige meststof, dus water mest. Maar heeft het dan zin, als het maar 15 minuten, ik noem maar even, het werkt maar 15 minuten en daarna gaat alles weer krioelen en kriebelen en... Dat is natuurlijk niet zo. Kijk, op het moment als je wat afdoodt, dan blijft het ook dood en dan gaat het niet meer teruggroeien. Maar dat het maar 10, 15 minuten werkt, dat is juist een unieke eigenschap van het plasma geactiveerde water. Want als je gaat kijken naar bestaande desinfectiemiddelen, of pesticides, die worden gebruikt en die zijn zeer persistent. Die blijven in het milieu aanwezig. Hè? Ja. Middelen die nu gebruikt worden om op gewassen of op desinfectiemiddelen, die kom je 10 jaar later nog in de waterzuivering tegen. En ze hebben steeds meer problemen om die stoffen eruit te halen. Ja. Dus wat kun je nou beter hebben dan een middeltje wat de boel schoonmaakt en dan vervolgens weer terugvalt naar iets wat niet schadelijk is. We denken dat we iets moois in handen hebben. Ja. En we willen daar graag met partijen die hierin geïnteresseerd zijn, willen we daar graag mee samenwerken om hier een succes van te maken. Ja. Nee, ik denk dat wij in grote lijnen het proces, zeg maar, gezien hebben. Ja, en ja, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk totaal geen zicht wat allemaal werkt en hoe het werkt. Mm-hmm. Maar als het werkt zoals jullie zeggen dat het werkt, dan denk ik, dan heb je iets fantastisch in handen. Dan hebben jullie een mooi... En hier, wat ik begreep even, we zitten hier echt in het plasma gedeelte van de Technische Universiteit Eindhoven. Dus wat dat betreft is alle support en inhoud, kunnen jullie aan kennis hier gebruik van maken. Ja, rest mij jullie te zeggen, bedankt aan ons deze informatie willen delen en ik kan jullie alleen maar heel veel succes toewensen. Oké, nou dankjewel. Ja, alsjeblieft. Oké.